Martina Amoksi, die als historica verbonden is aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, is vandaag in haar vakgebied gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Nederland. De titel van haar proefschrift is De stad kwam naar het binnenland. In haar onderzoek geeft ze een historische analyse over de invloed van de multinational SBM Suralco op Maron-gemeenschappen in Suriname. Amoksi geeft aan dat Suralco een bepaald discriminatiebeleid had als het aankwam op Maron-gemeenschappen. Suralco heeft niet alleen Amerikanen, maar ook de rest van Suriname gebracht naar Mungo, concludeert Amoksi. Dan komt de SBM Suralco. Ze mochten niet op Mungo. Na 6 uur moesten ze weg. Ze werden niet in dienst genomen, niet in vaste dienst. Maar ze leverden hout. Bepaalde dingen deden ze wel samen met de Suralco. Maar het was ook omdat vanwege die discriminatie, na 6 uur moesten ze weg, bleven ze weg. Maar er is een belangrijke maar in deze hele ontwikkeling. Suralco bracht niet alleen de Amerikanen naar Mungo, bracht Suriname, Paramaribo, de rest van Suriname naar Mungo. De promovenda geeft verder aan dat Suralco een grotere impact heeft gehad op de Maron-gemeenschappen dan bijvoorbeeld de kerkelijke missies. Hierdoor waren de Marons genoodzaakt zich aan te passen aan hetgeen ze niet gewend waren in hun eigen gebied. Ik zei het aan, Suralco bracht de rest van Suriname ook. Dan bedoel ik de Javanen, de Hindustanen, de Kriolen. Er waren zoveel mensen in Suriname, daar geconcentreerd op Mungo. Dus doordat ze, door die aanwezigheid van Mungo, kreeg je het contact en de bewustwording. Je gaat mee of je nou leuk vindt of niet. Die contact is er. De Marons gingen mee. Dus het had een grotere impact dan bijvoorbeeld de missie. Als de missie bezig was, als je niet naar de kerk wil gaan, ga je niet. Je hoeft niet te doen wat ze willen. Maar je bent daar, Mungo is daar. Je ziet het, je gebruikt het. Mensen gingen dingen verkopen. Vrijdag was er marktdag. Iedereen komt. De impact werd groter. Kruipen gaan ze integreren in de samenleving. Met het verdedigen van haar proefschrift verkreeg Martina Amoksi de graad van doctor in de geesteswetenschappen.